De bewaking van de grenzen in Nikeri blijft een grote uitdaging. Dat zegt de districtscommissaris van Nikeri, Senrita Gobarden. De grenzen aan zowel de Surinaamse als de Guyanese zijde zijn gesloten vanwege de coronacrisis. En hoewel de politie en militairen gezamenlijk patrouilleren, doen mensen toch nog de oversteek van en naar Nikeri. DC Gobarden wil in de toekomst de backtrack-route legaliseren om te voorkomen dat mensen stilletjes de grenzen oversteken. Nikeri is een grensdistrict. Ja, en het blijft een uitdaging, want je weet, met Guyana, Nikeri, Suriname, hebben we een ander soort band, laat ik het zo zeggen. Heel veel Guyanese in Suriname, familie, op en neer. Dus het is er. Maar je wil dat het toch legaal gebeurt. Het moet gelegaliseerd worden. Je weet, in de tijd was er sprake van bij de backtrackroute, daar zou een douanetentje komen, een kantoortje komen. En waar er dus gecheckt zou worden, gestempeld, inklaar en dat soort dingen. Maar je ziet dat ook niet doorgegaan is. Maar je weet dat de backtrackhouders, ze weten precies waar ze moeten varen, waar ze niet mogen varen. En van beide kanten is dat zo. Onze veer is er, of veerdienst is er ook, maar die functioneerde even niet. Maar ook daarna is een corona gekomen, COVID-19, en dan de toestand erbij. Alles lockdown, gesloten helemaal. En het is tot nu toe nog gesloten. We geven nog wel toestemming voor mensen die echt wel nodig hebben, zieke mensen. Maar ook speciale gevallen die dus hulp nodig hebben en die echt wel weg moeten gaan. Dan spreken we af met de politie, met de militairen, omdat zij dus begeleiden. En dan mogen ze dus naar de overkant gaan. De stroom van mensen van en naar Guyana is niet meer tegen te houden, zegt Gobarden. Ze verwacht dat wanneer de brug over de quarantainrivier er is, nog meer mensen zullen reizen tussen Suriname en Guyana. Als ook nog denkend aan de brug die zal komen, dan krijgen we wordt niet keer de hub, kan je zeggen. Hè? Toerisme, denk maar aan import, van hier naar daar. Maar ook export naar het Caribisch gebied. En dan ga je zo'n danige groei hebben van toerisme. Dat je op alles een beetje voorbereid moet zijn. Maar dingen moet je gelegaliseerd laten plaatsvinden. We moeten nu gaan werken aan illegaliteit in ons land. En vooral Nikeri. Je weet, mensen hebben snel de neiging. Je zit in de boot en je vaart weg. Binnen een kwartier ben je al in Guyana. Dat is zo makkelijk. Ik heb het ook gedaan in de tijd hoor. Ik heb het ook gedaan. En je bent heel snel daar. Dan doe je dingen en kom je weer terug. Maar daarnaast weet je dat er ook mensensmokkel plaatsvindt en ook andere dingen, een beetje illegaal zijn. En dan hou je hart toch vast. Maar, de politie, samen met de militairen en maritiem team, zijn hard bezig om de controle daar echt goed uit te voeren. En zodra we zaken horen die bekeken moeten worden, wordt dat ook heel snel gedaan. Dus dat is een goede samenwerking. Ook onderling gewapende macht, maar ook met Guyana. De DC van Nikeri, Senrita Gobarden, de grensbewaking van het reisdistrict, is een uitdaging en is de voorstander van legalisatie van de backtrackroute.